Heeft de coronamelder-app eigenlijk wel nut? Dat ga ik vandaag vragen aan intensivist Diederik Gommers. Je bent momenteel super populair, maar kan je toch even vertellen wie je bent en wat je doet? Ja, ik ben Diederik Gommers, ben intensivist. De ernstige patiënten met COVID-19 liggen bij ons op de intensive care. Nou, veel jongeren willen heel graag deelnemen aan de oplossing tegen corona. Maar hoe zorgt het hebben van die coronamelder-app nou aan dat steentje bijdragen? Waar het om gaat is dat je zo snel mogelijk wil weten waar je een uitbraak hebt. Als je er eerder bij bent en je houdt hem klein, dan gaat dat virus hebben we sneller met elkaar onder controle. En dat bron- en contactonderzoek door de GGD wordt vele malen makkelijker als jij die app gebruikt. Want op het moment dat je dan positief wordt, kunnen ze heel snel in de telefoon zien welke mensen jij ontmoet hebt. Dus we hebben keihard die app nodig. En als ik het nou wel heb en heel veel mensen niet, wat heeft het dan voor nut? Ja, geen. Nee. Want als jij met die mensen om je heen die het niet hebben wel contact hebt, moeten de mensen van de GGD jouw vrienden en vriendinnen of collega's gaan bellen. Dat is niet te doen. En het is natuurlijk een beetje bekend dat wij als jongeren niet de kwetsbare doelgroep zijn. Ligt de oplossing wel bij ons? Jongeren lopen zelf eigenlijk bijna geen gevaar. Maar waar je wel last van hebt, is dat iedere keer er een kabinet algemene maatregelen treft, omdat die risicogroep in gevaar komt. We willen met z'n allen ons normale leven weer oppakken. Daarom is het zo belangrijk, jongens, als je een heel klein beetje kan bijdragen door gewoon een appje te installeren, ja, dan help je eigenlijk jezelf en je vrienden mee. Stel, ik hou me helemaal aan de regels en ik blijf binnen. Heeft het allemaal nut als ik de app heb? Nee, als je helemaal niemand zou zien, dan heeft het geen nut. Maar het is natuurlijk niet zo dat je niemand ziet. Dus ja, ik denk dat het toch belangrijk is, ook al ben je veel thuis, dat je toch die app installeert. Dan heb ik eigenlijk een hele directe vraag. Heeft de coronamelder-app nut? Ja. Als je je vrijheid terug wil, moet je met elkaar iets doen. En een van de dingen die het meest makkelijk om te doen is het installeren en activeren van je corona-app.